welkom bij Happy Vlog Club. We zijn hier in de maan. Hier is echt een welkom bij Jaapie's Vlag. We zijn op Le Mans. Ja, hier is gewoon een klein te laag. Pultje kost hier maar 7 euro. Bijna niks toch? Dus we gaan even bij bank dadelijk leningje afsluiten. Gaan bezatten. Woe! Met je schoolclub. Vandaag is een speciale maaltijd uit Frankrijk. Geen idee, maar het ziet er heel lekker uit. Oké. Eerste stap, pak de pan. Gewoon de groenten, lekker groenten erin. Van helemaal vol. Goed uitschudden is gezond. Oké, aanstekken. Doe dit er ook weer even in, dat is zonde. Waar is de aansteker? Ah, dit is met skampies. Levensgenieters. Welkom levensgenieters en feesters. Weer bij een nieuwe vlog van Jaapie. We zijn op Le Mans in Frankrijk. Gisteravond aangekomen. Om 5 uur 's nachts. Parkeerden we hier. Zaten ze allemaal al te reffen en te burnen. Joh. Met dat ding brandt aan, joh gek. Zet dat uit.
zijn nu even eten aan het maken. We hebben hier van dit spul best wel lekker. Beetje squishy. We hebben hier nog groenten, gemuze. Ook gewoon lekker. En als toetje, jongens. Groente daar. Zelf gemaakt. Dus ja, we gaan nu even eten. Het is nog vroeg. Gaan we daarna bezatten en dan komen ook de leukere stukjes. Dus blijf kijken, jongens. Joe! Even een paar dingen zeggen over Jaapie's kanaal. Vanaf nu upload ik elke 2 weken. En aan een vlog van 2 weken geleden, want het duurt gewoon heel lang met editen. Maar beloof ik je dat de vlog veel beter zijn dan normaal. En het tweede ding wat ik wil zeggen is, binnenkort komt ook Jaapie ongecensureerd uit. Komen dus alle beelden op die niet in de normale... Oh, gek. Die niet in de normale vlogs komen, die kan je daar zien. Jaapie ongecensureerd, komt binnenkort uit. Maar dat was het even weer. Even tussendoor, laat me weer. Later! Yeah, absolutely fantastic. Normally whenever you hit a bike, his composure there to keep his feet on the pegs and stay on board. I don't know how he rode out of that, because at this stage, see, when the bike comes in front of you, there's nothing he can do. He can't target fixation, he's going to hit it. He takes off and normally your feet will come off the pegs and you'll do everything to try and balance. He stays on the bike like a motocrosser, just kind of rides it out. Impressive stuff. Can I also say Dougie Lamp? My fridge ain't broken, my beer ain't cold, my body's aching, I'm not even old. Police are coming, but I did nothing wrong. I sit here singing, and I don't have a song. Never had much, grew up with nothing. But the music, always been something. Been down and out, I've been on top of the world. Dames en heren, leuk dat je nog steeds kijkt. Welkom bij Jaapie's Vlog. We zijn nu in Frankrijk. Dadelijk showtje van de Soap Girls, deze meiden. Waar gaan we het over hebben? Op de race. Maar niet over de vlag. Jongens, we hebben nu ook zware jongens, 7,9%, want het schoot niet op met die plakjes. We hebben nu van deze jongens. Gewoon lekker. Verder. Oh ja jongens, ik wil even iets vertellen over Fransen. Ik wil niet een heel land of een heel valk over één kam scheren, maar sommige Fransen zijn echt kloot. Ja. Gisteren bij de race hadden we gewoon auto geparkeerd en wij hadden als enige hadden we 3 treetjes krak mee. Kwamen we terug, maar een raampje zo'n stukje per ongeluk open laten staan, kwamen we terug. Liep in één keer een halve camping rond met blikken klak. Godverdomme man. Zoekte dat grijze jongen naar binnen en wij wisten wel van dat moeten wel van ons zijn, want wie heeft anders krak in Frankrijk? Dus
Wij liepen langs die gasten, iedereen zo heel sneaky zo wegkijken. Wist wel, ja, heb je gestolen. We hebben gewoon die generator van hun in het gat geflikkerd. Nou ja, dat wou we doen. Maar toen dachten we, krijgen ze echt de kamer, dus we hebben het gewoon laten gebeuren. Ik hoop wel dat de kamer binnenkort weer eens met iets goeds komt. Want zoals beroofd worden en dat soort spul is gewoon echt kloot. Bij Jaap de Slagclub komen vanaf nu alleen nog maar lachen dingen. En zo wil ik ook eigenlijk de rest van mijn leven gewoon maken zonder al die dingen. Niks, geen verantwoording, verplichting. Dus eigenlijk is dat Jaapie's simplistische werkelijkheid waarom alles gewoon lachen is. Daar gaan we vanaf nu... Matt, ik ga helemaal verdomme uit beeld. Daar gaan we nu alleen nog maar leuke dingen laten zien. En de vlag zijn ook bedoeld voor... kom je net terug van werken, zo heb je hele dag... van het kutwerk gaan, kom je terug, heb je een nieuwe vlag van Jaapie, denk je, oh yeah, living the good life, living the blue life, cheers. Dan gewoon lachen dingetjes doen. Dus vanaf nu gaan we dat alleen maar doen. Kom je wel iets minder vaak een vlag, één keer denk ik, één keer in de twee, drie weken, maar ik kan je beloven, we hebben alle beelden al opgenomen. Vanaf nu wordt elke vlag gewoon knijtervet oldschool zoals Jaapie in Parijs. Wordt gewoon weer één grote bezattenis. Dus blijf kijken en laat maar horen wat je ervan vindt van het nieuwe formatje. We hebben ook nu betere beelden. Ik heb een nieuwe computer. Ja, videokaartje zo gesponsord door ACO, bedankt. En even geduld, maar dan komen echt de knijtervetste dingen. Oké, bedankt voor het kijken, jongens. Later. Welkom beste kijkers bij Jaap de Simplistische Werkelijkheid. We zijn dit keer in Orléans. Je hebt ook in Amerika New Orleans, maar dit is gewoon de normale, de OG. En we gaan nu even soepje maken, is net daar. Maar we gaan nu inschenken, dat spul ga ik niet uit te eten. Ja. Dat is gaan niet te doen, ja. We hebben geen hond van. Nee, maar waarom dat zo vast van? Oh man, dat is één zo'n plekje, ja, dat heet. Ik denk dat het hard is. En waarom komt dat zo? Dat ze daarin gaan en in zo'n plekje. Beste kijkers, zakken kan je gewoon ook als overwand. Wel goed vaststaan. Dus dat is het enige eentje. Ja. Nu kom met twee al. Domperman is even zo in het baan. Slim, hè? Kan niet iedereen zo over bedenken. Spoel is nog gerust. Welkom bij Jaapie Simplistische. Jaapie Simplistische werkelijkheid zijn alleen maar lachen mensen. Geen funny clothes, gewoon alleen maar lachen feesten. Dit heb je niet op camera, de kijkers... Voor de kijkers, dit kan je niet zien, maar aan de achterkant van de camera is zo'n wandelpaard. En er is een aardig publiek verzameld die ons allemaal uit zit te lachen. Of ja, toe te lachen. Hij zit hier gewoon te genieten, levensgenieten. Post. Ja, precies, een bestische werkelijkheid voor alle levensgenieters. Post. Welkom, dames en heren, beste kijkers, ladies en... We zijn weer onderweg. We gaan nu weer naar huis rijden, helaas. Dat moet ook weer gebeuren. Maar we zijn bij Parijs. En we gaan weer even gewoon in de auto een beetje vlaggen. Ik ben hier met je. En we gaan even. We hebben de hele tijd in de auto gezeten, we moeten haasten. Dus we gaan nu even. We gaan niet stappen. Benzine is ook bijna op, maar we gaan gewoon doorrijden. En maar even toilet aan. Gaan even klaarmaken, ready for the night. Record plays over and over.
terug, levensgenieters, bij Jaapie's prijsvraag. Oké, voordat ik de vraag stel, zou ik eerst even uitleggen wat je kan winnen. De eerste prijs is... de tweede prijs is... een... is denk ik wel wat voor wat grotere mensen met zo'n dikke kut, maar... hele mooie kleren hangen. Rechtstreeks uit Frankrijk. Deze kleding hangen. Deze kleren hangen kan je winnen. Dat is de tweede prijs. En we nog de eerste prijs. De eerste prijs is echt goed, ja. Dit is de eerste prijs. Doe maar even zoomen. De eerste prijs. Pasfotootje van Jaapie. Ik wou deze in mijn paspoort zetten, maar die vrouw zei, deze foto is te klein. Moest ik een nieuwe maken, maar dit is echt een goede foto. Als je deze in je portemonnee hebt, krijg je heel veel geluk, ja. Matthew heeft die ook. Kijk wat er met die jongen is gebeurd, ja. Die heeft zoveel geluk. Dus die kan je winnen als eerste prijs. Oké, en dan nu, ja, we hebben ook een nieuwe kamer hangen, een apenmuntje. Ja. Hier in Frankrijk betalen ze gewoon met apengeld, moet je dit zien. Moet je goed kijken. Kan je niet zien. Laat ik daar ook wel zien. Dat is echt een mooie kamer aan, ja. Krijg je een hele goede kamer. Maar oké, dan nu de prijsvraag. Oké. Allemaal even goed opletten. Voor de kleren hangen en de foto. Wie het dichtst bij het eindbedrag zit van dit allemaal. Dus ik noem dingen op. Dit is wat we gekocht hebben toen we hier naartoe gingen voor het hele weekend. Wie het dichtst bij het bedrag zit, krijgt... deze mooie foto. Wie het tweede dichtst bij zit, krijgt deze kleren hangen. Moet je gewoon even commenten, oké. Dus, hoe duur was dit? 2 keer croissant, RMB. Ciabatta natuurlijk. Vroeger pistolet donker. Frans pistolet wit. 2 keer keizerbroodje. 2 keer tappetje wit. Peppermint. Spearmint. Tomatencrème, 1 keer tomatensoep, 3 keer soepstengels naturel, 1 keer sinaasappelsap, 48 keer bier en blik. Hoe duur was dit bij elkaar? Laat het weten. En de winnaar maak ik dan in de volgende vlog bekend. Oké, bedankt weer voor het kijken bij Jaapie's Vlogclub. Ik ben hier met Smoke, we zijn onderweg naar huis. Joehoe! Beste kijkers, ik heb goed nieuws. Het is niet hetzelfde, maar een soort van detox ontmaagding. Voor het eerst detox gaan. Ja, ik ben best wel trots en voel me ook helemaal fit. Lijkt goed tijdens een detox. Ja. En misschien wat een beetje op de late kant begonnen met detox. En nu ik het helemaal gevoeld heb, weet ik dat het zeker vaker. Welkom beste kijkers bij een nieuwe vlog van Matthew. Ik heb slecht nieuws. Nou, dit wordt een van mijn laatste vlogs. Ik word ook wat ouder, heb een beetje grijze haren, baardje. Dus ik hou het niet meer vol om iedere dag te vloggen. Natuurlijk horen jullie nogal wat van mij, vlogs van Jaapie en zo. Maar zelf ga ik niet meer uploaden. Ik heb ook een beetje moeilijke tijd achter de rug. Jullie zien wel van me. Ik laat alles van me horen. Yo, de ballen.